Ik vind het toch nog moeilijk om zo 1, 2, 3 erover te praten. Dus dat komt nog een keer dat ik er echt open mee naar buiten kom. Want zelf ben ik 2 kinderen en een vrouw kwijtgeraakt. Je zit er naar te kijken. Vuurzee, dingen zijn stukjes. Dus ja, goed. Maar ik kom zeker ermee eruit. Passagier Jerry Netep spreekt voor het eerst in de openbaarheid over de ramp. Hij is een van de slechts 11 overlevenden van de vlucht die neerstortte bij een mislukte landing in Zanderij, Suriname. De bemanning en 167 mensen kwamen om het leven. 25 jaar na dato is het rouwproces bij sommigen nog steeds niet voltooid. In januari van dit jaar heb ik afscheid genomen van mijn vader. Ik ben een voorbeeld van uitgestelde rouw, zo kan je het eigenlijk noemen. En dat komt omdat ik pas in januari van dit jaar mijn vader gezien heb, terwijl hij overleden was. En dat heb ik gezien omdat ik het dossier heb opgevraagd bij het KLPD in Driebergen. Ik wist wel dat mijn vader was overleden, maar het was een feit en het was geen gevoel, omdat ik het niet met mijn eigen ogen heb gezien. En vooral voor een kind is dat belangrijk, dat je als je ouder verliest, dat je dat ziet. En ja, en nu heb ik het gezien. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat verhaal heb ik gedeeld. En dat heeft behoorlijk indruk gemaakt. En daar ben ik blij om. Ik heb mensen kunnen raken. Volgens de overlevenden is het erg belangrijk dat er ook op het Schravenzanderplein in Oost elk jaar nog wordt stilgestaan bij de ramp. Het is ook wel goed om te zien, net als overlevende, hè, daar kunnen we altijd natuurlijk nog over praten over destijds hoe dat allemaal ging, ook tijdens de vlucht. De avond werd geopend met toespraken van verschillende belangengroepen en buurtbewoners, zang, muziek en poëzie. En daarna werden er kransen gelegd.